In deze les gaat het over het consequentialisme en het utilitarisme. Het consequentialisme, of de gevolgenethiek, zegt dat wij het goede moeten maximaliseren. Dat wil zeggen dat we moeten kijken, als wij gaan handelen, naar de toestand van de wereld als geheel, van het universum als geheel, en dat wij zoveel mogelijk van datgene wat goed is, moeten realiseren in dat universum. Het consequentialisme, of de gevolgenethiek, zegt dus niet wat het goede is. Het moet eigenlijk gecombineerd worden met een theorie over wat goed is. En dan zegt het consequentialisme op de gevolgenethiek dat we daar zoveel mogelijk van moeten hebben. Dat we dat moeten maximaliseren. Nou, wordt die gevolgenethiek heel vaak gecombineerd met het hedonisme. En het hedonisme is inderdaad de theorie die ons vertelt wat het goede is. Want het goede is geluk. En geluk is de aanwezigheid van plezier en de afwezigheid van pijn. Nou, de combinatie van het consequentialisme en het hedonisme, dat wordt wel het utilitarisme of het utilisme genoemd. En volgens het utilisme of het utilitarisme moeten we dus het geluk maximaliseren. Dus als we iets doen, moeten we ons afvragen, wat gaat in deze wereld zoveel mogelijk geluk realiseren? En daarvoor kunnen we bijvoorbeeld de hedonistische calculus van Bentham gebruiken. En dan moeten we die handeling doen waarvan wij denken dat die de maximale hoeveelheid geluk op gaat leveren. En dit idee van het utilitarisme, dat wordt ook wel geformuleerd in de vorm van wat dan heet het Greatest Happiness Principle of het Greatest Happiness Principe. En die term is in het Engels omdat mensen als Mill en als Bentham, dat zijn niet alleen aanhangers van het moreel hedonisme, maar ook utilisten. En dat zijn mensen uit Groot-Brittannië, daarom dat deze term in het Engels vaak wordt weergegeven. En volgens het Greatest Happiness principe moet je zoveel mogelijk geluk voor zoveel mogelijk mensen hebben. Nou is dat idee van voor zoveel mogelijk mensen een beetje misleidend. Want dat lijkt te suggereren dat het ook nog belangrijk is dat iedereen een beetje geluk heeft. Maar dat is niet wat belangrijk is. Want volgens het utilitarisme is het alleen maar belangrijk dat er in het totaal zoveel mogelijk geluk is. Dus als er één iemand zou zijn die idioot gelukkig is en de rest van de mensen helemaal niet zo gelukkig. En in een toestand waarin iedereen een beetje gelukkig zou zijn, zou de totale hoeveelheid geluk minder zijn. Dan zou je moeten gaan voor die situatie waarin één iemand idioot gelukkig is. Want volgens het utilitarisme moet je het geluk maximaliseren. Nou, hier zien we een plaatje van Anders Breivik. En Anders Breivik is iemand die in Noorwegen een groot aantal kinderen heeft vermoord, zou je kunnen zeggen. Nou is het zo dat wij volgens het utilitarisme waarschijnlijk Anders Breivik hadden moeten vermoorden voordat hij die daad zou hebben gepleegd. Dus stel dat iemand heel toevallig ook een moordenaar is, maar niet een massamoordenaar, maar één iemand wil vermoorden. En heel toevallig kiest hij voordat Anders Breivik zijn massamoord heeft gepleegd, Anders Breivik uit als zijn slachtoffers. Of zelfs een slachtoffer, want er is er juist maar één. Dan zou je kunnen zeggen dat dat volgens het utilisme of het utilitarisme een goede daad is. En in een zekere zin klinkt dat misschien een beetje vreemd. Vandaar dat er vaak een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten utilitarisme of twee soorten consequentialisme ook. Aan de ene kant heb je het handelingsconsequentialisme. En het handelingsconsequentialisme dat sluit eigenlijk aan bij de manier waarop wij het consequentialisme daarnet hebben gedefinieerd. Want volgens het handelingsconsequentialisme dient de handeling die jij doet het goede te maximaliseren. Dus in wezen is het hangt natuurlijk een beetje van af hoe je over het goede denkt, maar in wezen is het heel waarschijnlijk dat de moord op Anders Breivik volgens het handelingsconsequentialisme goed is, omdat de wereld nadat die moord is gepleegd er uiteindelijk beter aan toe is dan voordat die moord werd gepleegd. Of in ieder geval een wereld waarin die moord wel wordt gepleegd is beter dan een wereld waarin die moord niet wordt gepleegd en Anders Breivik vervolgens weer tientallen kinderen ombrengt. Maar toch lijkt het wel een beetje iets vreemds te hebben dat de moord op Anders Breivik goed is omdat hij toevallig omdat het toevallig zo is dat hij uiteindelijk, als hij niet vermoord wordt, die tientallen kinderen ombrengt. En vandaar dat er ook een andere vorm van consequentialisme is. Een vorm van consequentialisme die meer recht doet aan dat idee.
En dat is het regelconsequentialisme. En volgens het regelconsequentialisme moet jouw handeling die je doet een regel die het goede maximaliseert volgen. En nou is het zo dat als jij een relatief willekeurig slachtoffer kiest als moordenaar, dat je dan natuurlijk heel weinig kans hebt dat die moord uiteindelijk goed uitpakt. Omdat de meeste mensen waarschijnlijk gewoon productieve, brave, fijne burgers zijn die misschien wel eens af en toe iets verkeerd doen, maar nooit zoiets slechts doen als Anders Breivik. En waarbij het dus geldt dat de moord die de moordenaar pleegt niet opweegt tegen de kleine slechte dingetjes die die mensen doen. Dus je zou kunnen zeggen, volgens het regelconsequentialisme moet je niemand vermoorden. Want het is geen goede regel dat je mensen moet vermoorden. Want als je die regel volgt, dan zul je over het algemeen juist het goede minder maximaliseren. Dus de twee vormen van consequentialisme zeggen hier iets anders over wat de juiste handeling is. Volgens het handelingsconsequentialisme moet je Breivik wel vermoorden, volgens het regelconsequentialisme niet. Het is belangrijk om goed onderscheid te maken tussen aan de ene kant het consequentialisme en aan de andere kant het utilitarisme. Of anders gezegd, het is belangrijk om als je bijvoorbeeld kritiek hebt op het utilitarisme, goed onderscheid te maken tussen de kritiek die je kunt hebben op het hedonisme en kritiek die je kunt hebben op het consequentialisme. En om dat duidelijk te maken gaan we even een hele rare theorie over het goede nemen, namelijk het zogenaamde bonisme. Dat bestaat niet, dat heb ik nu even verzonnen, maar dat laat wel duidelijk zien wat ik daarnet bedoelde. Volgens het bonisme is het goede namelijk om iedere dag zoveel mogelijk bonen te eten. Nou, stel dat je dat bonisme combineert met het consequentialisme en je krijgt dus consequentialistisch bonisme, dan zeg je eigenlijk maximaliseer de hoeveelheid gegeten bonen. Dat is een werkelijk absurd voorschrift en waarschijnlijk een hele slechte theorie dus over wat je zou moeten doen. Alleen als je bezwaar hebt tegen het consequentialistisch bonisme, dan zal dat waarschijnlijk komen omdat je bezwaar hebt tegen het bonisme. En niet omdat je bezwaar hebt tegen het consequentialisme. Dus je moet telkens goed onderscheiden tussen aan de ene kant een theorie die zegt wat het goede is, en aan de andere kant een theorie zoals het consequentialisme die zegt wat je dan met dat goede moet doen. In dit geval dus het maximaliseren.